Goedenavond. Ik ga heel even wachten tot ik reacties lees en tot ik zie of er überhaupt mensen komen. Zou wel zo gezellig zijn. Of loopt mijn... Oh, ik kan weer niet op mijn... Goedenavond. Oh, fijn. Anna, dankjewel. Nou kan ik zien dat er in ieder geval mensen... ook meeschrijven. Dus ik kan meelezen. Dus dat is heel fijn. Ik ben ook heel benieuwd. Ik geloof dat ik wel beweeg. Vorige keer was ik live geweest. Ik moet even kijken hoor. Ik moet even met mijn lamp spelen. Deze is heel irritant. Even zo. Ik doe me even zo. Ik zit erin te koekeloeren. Dat is niet fijn. Goedenavond. Gezellig dat jullie er zijn. Misschien op de voetbal op de achtergrond. Misschien helemaal anti-voetbal. Maakt mij niet uit. De vorige keer. Hoe heet het? Was ik ook al toen Nederland zelf al moest voetballen. Dus hey, ze kunnen mij daar vast missen. Ik ga vanavond live bij Studio Light. Met de Festive Forest. En ik ga even in een sneltreinvaart heel de serie laten zien. Want het is best veel. Maar ook wel onwijs mooi. Goedenavond, gezellig. Ja, zo heel af en toe kan ik boven op mijn telefoon net spieken. En ik zie dan, kijk, ik zie het niet meer hier, maar ik sta volgens mij weer vast. Oh nee, toch niet. Dus dan kan ik even boven op mijn telefoon kijken en dan zie ik wel dat er mensen zijn. Dus dan is het helemaal goed. Nou, Festive Forest. En dat wil natuurlijk, Festive Forest, ik zeg het verkeerd. Moet natuurlijk wel op zijn Engels uitspreken. Ik kreeg van de week van mijn man... op mijn meter. Hij zei, dat zag je niet goed. Oké. Okay. Achterin in het blokje teksten. Ik vind het wel heel tof dat ze dat er op deze manier bij gedaan hebben. Plaatjes zitten erin. En dan zitten er dus heel veel leuke die-cuts. Nou, heb ik dit plaatje eruit gehaald. En toen dacht ik, dat ga ik gebruiken. Maar toen kwam er van een collegaatje voorbij. Volgens mij was Susanna... En Susanna Halset. En die had hem gemaakt als schutkaart met deze. Ook ik ga er een schutkaart mee maken. Maar ik ga niet dit plaatje gebruiken. Dat vind ik dan weer net niet leuk. Maar deze die past dus precies in een mal die we dadelijk tegenkomen. Dat is wel heel fijn en heel leuk om te weten. Sterren zitten erin. Nou, een hoop plaatjes. Gewoon hartstikke leuk. Kerstbomen, hetjes. Nou ja, wat wil je nog meer? Dan zit er papier in de rood, groen en een beetje, ja, een beetje bruin tinten. En dat zijn echt al de kerstkleuren. Dus er zullen vast mensen heel, heel erg blij zijn dat er eindelijk kerstkleuren bij zijn. Maar het maakt nooit zoveel uit. Ik hou meer hiervan. Ik hou van groen. Toevallig vandaag, kijk hier ook dit groen. Dat vind ik helemaal te gek. Als er groen in zit, haal ik het er altijd gelijk eerst uit. Deze vind ik ook mooi. Nog niks mee gedaan, maar ik vind hem wel mooi. Die is ook mooi. Het is wel groot, vind ik dan weer. Daar zou ik een hele grote kaart mee maken. Nou, dat is dat papier. En dan hebben we natuurlijk dat hele leuke blok. Waar dus alle kaarten in zitten. En met twee card shapes. Nou, dat is een hele snelle. Maar dat geloven jullie wel. Die zijn gewoon hartstikke gaaf. Dan hebben we. Dit is ook leuk. En dat ga ik vanavond gebruiken. Dat is... geprint acetate en dat zit erin in sterretjes met kleine sterretjes, kleine sneeuwvlokjes, dus eigenlijk allemaal kleine rondjes. En hier kleine rondjes en af en toe een sterretje. Heel tof ook. Goedenavond, gezellig dat jullie meekijken. Dan zijn er twee setjes stempels. Nou, ik weet dat er heel veel mensen blij worden van de Nederlandse teksten, maar ik vind de Engelse toch ook wel heel erg gaaf. May your Christmas be filled with light and love. Mag je kerst gevuld zijn met licht en liefde. Warmte en liefde eigenlijk.
Nou, vier de mooiste tijd van het jaar, ook mooi. Dan hebben we vier setjes met, dat zijn vier kleintjes. En ik heb ze vanmiddag expres weer netjes op de verpakkingen zitten doen, zodat jullie een beetje zien wat bij elkaar hoort. Bij mij zitten ze eigenlijk op zo'n plankje voor mijn neus, de meeste dan ervan. En dan kan ik ze makkelijk pakken. Dus deze doe ik nu even bij elkaar, want ik weet dat er zakjes zijn die niet meer helemaal goed zijn. Dat zijn die. Hopla, en de stempelset, weet ik, dacht dat ik die nodig had. Dan hebben we masks. Deze had ik gebruikt op dat tafereeltje wat ik gemaakt had. Oh, 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 oh. Ja, je kan het op z'n kop zetten. Ah, dat is raar. Moeten wennen, jullie moeten wennen aan het kerstgebeuren al, ja. Dus altijd even schakelen, maar dan is het wel heel, als ik er helemaal in zit, dan vind ik het altijd wel heel tof. Maar die had ik dus op die, oh, ik kan hem laten zien. En die is ook met het Festive Force op de, deze gemaakt. Kijk, daar heb ik met, ik heb eerst dat ding ingesmeerd met gesso. En daarna heb ik mijn structuurpasta, heb ik die kleine sterretjes allemaal erop zitten doen. Dat heb ik ook op het papier gedaan. En dan bomen en lekker veel glitters. Ik hou er zo van. Heel leuk tafereeltje, zal vast naar de beurs gaan, denk ik. Nou, en dan hebben we drie card shapes, grootse. De swing kerstboom. De swing ster. En dit ovaal. Boog is het eigenlijk. Hoe noemen we hem? Twinkle folding card. Oké. Okay. Star folding card en tree folding card. Nou, dat is het zo'n beetje. Zullen we nou ook nog maar wat gaan maken? Dat is wel leuk, hè? Ik ruim het even weg. De acetate. Ik heb, volgens mij heb ik alles al geknipt, gesneden, geplakt. Ik moet het alleen nog plakken. En versieren. Maar niet vergeten, een lintje. Ik heb het lint van de JMA collectie. En ik pak altijd wel even ruim. Want ik moet ermee strikken. En het moet aan twee kanten. Hopla. Een goede avond voor degenen die net binnenkomen. Gezellig dat jullie er zijn. Nou, dit wordt voor Studio Light van mij voorlopig weer even de laatste. Zal ik uitleggen? Want volgende week is mijn operatie. En dan, ja, dan wordt het even stil, denk ik. Ik heb even geen idee hoe ik daaruit ga komen. Dus ik hoop langzaamaan gewoon goed. En daar gaan we voor, laat me het zo maar zeggen. Wat heb ik uitgestanst? Ik heb deze uitgestanst. Ik ga het gewoon even allemaal laten zien. Ik heb de dubbele boog uitgestanst. Ik ben van de week nog wel twee keer voor live hoor. Dus ik doe het van de week even heel, heel erg goed. Oh. Ja, die boom is er volgens mij al wel, Ali. Maar dat komt, dan zijn zulke mallen zo snel uitverkocht. Dankjewel hoor. Dan brengen ze die opnieuw uit. Omdat die dus nog een keertje, nog een keer dat andere mensen ook de kans krijgen om hem te kopen. En deze hadden we zoiets, hadden we vorig jaar, maar dan niet met deze sterren. Die was anders. Was die niet met takjes? Ik dacht het. Maar dat weet ik niet meer. Dus nou, ik heb hiervoor de witte gebruikt. Dan heb ik hem uitgestanst. Een keer uit het wit. Ja, wit. Daar heb ik de grote basis voor gepakt. Ik ga gewoon even alles loshalen. En dan kunnen jullie zien wat ik gebruikt heb. Die. Dus ik heb... Oops, hier van de kant. Deze twee tegelijk uitgestanst. En dan krijg ik dit gedeelte. Dan heb ik... even denken, niet jokken. Dat mag niet, hè? Ik heb die. En ik moet even kijken welke dat daar nou in paste. Nee. De op één na kleinste heb ik gebruikt, of gestanst. Oeps, even dit terug. Om een framepje te creëren. Een groen framepje. Ook wel leuk. En dan heb ik... deze gebruikt. Die voor deze. Die heb ik twee keer. En deze
die ik net gebruikt had voor het frame te creëren, heb ik mijn basis binnenkantjes voor gestanst. Ik geloof dat ik nou alles heb laten zien wat ik gedaan heb en wat ik gebruikt heb. Dan ga ik weer zien dat ik het weer terugkrijg zoals het hoort. En zo moet je het eigenlijk niet doen. Goedenavond, hallo. Voor de tweede keer moest je uitloggen. Geen beeld misschien of geen geluid. Ik moet zeggen, ik stond er eigenlijk perplex van dat ik gelijk in één keer ook goed was. Want ik begreep dat van de week weer problemen waren met live gaan. Dus ik dacht, oh, ik had ook alweer een hele andere opzet gezien bij mij op mijn Facebook. Het zag er anders uit, laat ik het zo zeggen. Ik denk, nou, ik ben benieuwd of dat het goed komt vanavond. Maar hij doet het. Oh ja, laat ik dat ook vast even doen, want anders is mijn... Ik had sneeuw nodig dadelijk, geloof ik, hè? Weet ik dat niet meer zeker. Oh nee, dat heb ik niet gebruikt. Ik zou zeggen, anders moeten we hem even de brievenbus doen, maar dat hoeft nou niet. Dan gaan we nu eerst de binnenkant even beplakken. Dus ik heb die voor de binnenkant. En de binnenkant wordt eigenlijk best wel simpeltjes. Vrij simpeltjes. Ik moet hem even openmaken. Ik vergeet nog twee dingen om te laten zien. En die heb ik gewoon niet gepakt. Oei, en daar ben ik nou juist heel erg fan van. Dus die ga ik nog even erbij pakken. Want die heb ik dadelijk ook nodig. Dat niet. Ik weet niet wat dat is. Oh, een plaatje. Deze twee. En hoe tof zijn die? Dat is ook in het Engels en in het Nederlands. En dan heb je Craft. Zwart. Kleine teksten, grote teksten, rondjes en dan vormen teksten, nog eens vormen teksten. En dan heb je ze in het wit. Dus dat is wel heel fijn. De witte kan je ook best wel goed op kleur maken met inkt. Dus dat je er een klein beetje tintje blauw overheen doet of een tintje roze of nou ja, wat je leuk vindt. Dus die leg ik even apart, want die heb ik dadelijk nodig. Dan ga ik eerst mijn lintje plakken, want anders komt er dadelijk niks van de vergeten kan. Wat is er aan de hand? Heb ik zoveel kijkers? Nee joh, je bent niet goed 110. Dan zijn er in ene keer 67 gaan rennen. Dat geloof ik nou ook niet. Zijn er 111? Nee Willy, dat heb je niet goed. Of je hebt misschien verkeerd ingetikt. Dat zal het zijn. Dat heb ik de laatste tijd ook zo vaak. Dat ik aan het typen ben en dan heb ik een tikfout. Dan denk ik, oh, klopt weer niet. Ja, zie je. Is het 2-0 van Nederland? He, gelukkig. Dat was het net ook, maar toen keurden ze hem weer af. Nou, dan kunnen we rustig ademhalen. Dan kunnen we lekker aan de hobby. Dan vermaken ze zich prima. Zijn ze hier bij mij wel rustig geweest? Ik heb gezegd, ik ben live, jongens. Dus hou een klein beetje rekening met mij. Nou, die gaat daarop. Even mijn... Die moet ik niet hebben. Moet deze hebben. Dan vind ik dat wel altijd even een dingetje. Als ik zulk dun cardstock eronder heb. Want dan vind ik het toch niet prettig hoor. Ik ben altijd bang dat ik er doorheen prik. Hopla. Die moest eraf. En dan kan die erop. Zal ik hem even hier leggen. Dan weet ik dadelijk precies. Als ik hem nou eens netjes onder die 9 plak. Hier. Dan kan ik hem aan de voorkant, ga ik dat gelijk doen. Eerst even vouwen. Gaat wel goed komen, want er zit natuurlijk nou... Wacht even, dat is natuurlijk niet handig. Laat ik eerst even deze erop doen. Ach, Erik, wat lief van je, dankjewel. Ja hoor, we gaan rustig ademhalen, we gaan gewoon door. Hoppakee, zo. Weet je, ik heb vandaag overdag helemaal geen tijd gehad om te hobbyen. Dus ik heb eigenlijk stiekem gewoon nog materiaal op zitten ruimen. Ik had nog een hoop kraaltjes die van mijn vader en die zaten allemaal in potjes. Wat ik dan weer niet fijn vond, die potjes. Dus heb ik nieuwe hobby doosjes besteld. Kijk, nou kan die gewoon vast. En nou kon ik het lekker opruimen zoals ik het graag opruim. Ik ben altijd van de bakjes en... weet je, en toen dacht ik, och, vroeger deed ik zoveel kraaltjes borduren en
zou het eigenlijk ook nog wel weer eens een keer willen. Eigenlijk nog weer eens een keer gaan doen, hè. Ik zag vanavond van iemand, en nou weet ik niet of dat haar man dat gedaan had, of zij zelf, met hobbydotskaarten. En dat vind ik er geweldig leuk uitzien. Snap je misschien niet uit mijn ogen, maar echt, dat vind ik echt, dat vind ik zo knap. En bij mij lukt dat niet. Die springen alle kanten op. Die dingen, dus ik vind het prachtig om te zien. Ik denk dat het komt door dat bling bling, want ik hou natuurlijk van bling bling. Heb ik hier nou handig aan gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is ook wel slim. Wacht even, gaan we even de prullenbak terug in. Dan gaan we even hier een stukje bescherming op doen. Dat niet, kijk. Want ik wil eerst de binnenkant doen. Oké, dan komt er aan die kant natuurlijk ook een groene. Zit er een zenuwachtig mannetje naast je te blerren? Nou, weet je, bij ons... Oh, die zitten roepen natuurlijk wat ze moeten doen. Oh. Nou, weet je, als ik kijk, en daarom kijk ik liever niet, ga ik ook zo zitten gillen. Dus het is veel beter dat ik niet kijk. En als ik niet kijk, scoren ze meestal. Dus ik kan beter niet kijken. Zo. Mooi groen, hè, jongens. Dit groen, dat heb ik gehaald. Ze musten het blok. Dus echt, ik heb al... mijn achterste groen is al op. Ik ben een beetje dom geweest, want ik krijg binnenkort nieuwe spullen. Maar ik had dat hele donkere groen, dat zat dus helemaal achterin. Maar er zit gelukkig... Kijk, er zit, dat is wel iets donkerder. Maar er zitten zoveel mooie groentinten. En ik hou van dat kerstgroen, dat donkere. Zie je? Dus er zit veel in. Dit is echt wel een heel fijn blok. Dat is UPP 206. Dus echt wel, als je veel traditionele kerstkleurkaarten maakt, dus veel met groen, is dat wel een hebben blokje. Nou, wat heb ik hier? Ik heb deze, dit is, en dadelijk snap je hem wel, dit was eigenlijk een restant. En de binnenkant was voor mij eigenlijk, dacht ik, eerste instantie ga ik hem bewerken, ga ik hem aankleden, ga ik hem leeg laten. Toen dacht ik, nee, ik ga hem gewoon vullen, want dan vind ik toch wel een beetje aangekleden voor zo'n dubbele kaart. Kijk, je kan ook zeggen die kaart, deze, die beplak ik aan beide kanten en ik doe hem zo alleen. Dus zo de kaart. Maar er zit van buiten niks op. Ja, dat vind ik dan ook weer een beetje raar. Dus, nee, ik doe hem twee kanten. Nou, aan de binnenkant, de andere kant. Omdat dit een restant was, want ik ga aan de andere kant, dit is één vel. Dit is, kijk. Die zat eigenlijk een klein stukje hier, dus een stukje uit. Dit zit eigenlijk op één velletje. Dus dit had ik over. Ik denk, ja, vind ik zonde. Ik denk, nou, dan ben je gauw klaar. En dan is het toch mooi aangekleed. En dit past er eigenlijk best wel goed bij. Het is iets ander groen, maar ik heb dan liever wat er goed bij matcht. Qua kleur, dus dat het goed past. Dan dat het heel afwijkend. Dat... En weet je, dat kan best mooi zijn. En dat kan jij mooi vinden, maar... Ja, dat is niet zo mijn ding. Daar hou ik niet zo van. Dus ik hou meer van dezelfde toon. Van dezelfde tonsuurton of zo, hè. Zelfde kleurtjes. Deze kaart niet zo groot. Nou, Erik, jij komt uit België, dacht ik, of niet? Maar dit is wel een heel fijn formaat weer voor om naar België te versturen. Dat is een rechthoek. Deze is A6 formaat. Dus 10,5 bij 14,8. Of net 15. Weet je dat ik hem meet? Doe ik hoor. Vind ik helemaal niet erg. Hij is 14,8. Ja, 14,8 bij 10,5 als het goed is. Ja. Dus hij past gewoon in een rechthoekige flop. Mits je hem niet zo dik maakt als ik ga doen natuurlijk. Ik hou van dikke bloemen en dergelijke. Nou heb ik al het een en ander ook uit zitten stanzen. En uit zitten knippen. En dan moet ik even... Of heb ik die plaatjes er niet uitgehaald? Dat zou zomaar kunnen van niet. Ha, grapje. Die heb ik dus nog niet. Waar heb ik de blok gelaten?
Even terug, Jappie. Komt ze maar. Deze heb ik nog nodig. Ik moet aan de binnenkant nog wat. Anders wordt het te saai, hè? En ik ga wel voor de... Nou weet ik niet of die er dubbel in zit. Dus ik ga even kijken. Even kijken wat we gaan pakken. Want ik heb op mijn voorbeeld heb ik er één. Oh, ik vind dit ook wel leuk. It's the most wonderful time of the year. Maar ik ga even kijken hoe die in het Nederlands is. Ik wil wel een beetje body hebben. Dit vind ik qua grootte wel heel tof. Ik kan ook gewoon heel... Nederlands of Engels? Wat doen we? Jawel hoor Linda, je kan in België... In België is vierkante kaarten veel duurder om te versturen. Dus daar hebben ze veel liever rechthoekig. Engels? Nederlands, 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 Engels. Oh my god. Nederlands. Engels. Weet je, ik doe hem in het Nederlands. Laat ik jullie dadelijk de Engelse zien, oké? Zullen we dat doen? Ik pak de Nederlandse. Doen we dat. Moet je me er wel even aan herinneren, want dat roep ik wel vaker in een live en dan vergeet ik dat weer. Want ik heb natuurlijk een voorbeeld gemaakt. Want ik denk, anders kom ik met 3 lives in 1 week, kom ik er nooit aan uit wat ik gebruikt heb. Maar dit zijn echt hele leuke blokjes. Ik heb ze al, als je niet zo'n stempelaar bent, dan is dit echt een uitkomst. Het zijn gewoon stickers. Hopla. En die bewerkte, die geschulpte stickers, die zeg ik van, ja, doe maar niet en doe er maar niks aan. Maar ik heb er ook... Die rechthoekige, die plak ik eerst op een, ja, jullie zijn goede hulpen. Hoe heet het? Maar die rechte, of die langwerpige teksten, die doe ik altijd eerst op een klein dingetje stansen, plakken. Ik wil nog een uiltje, maar ik moet even kijken of er hier aan de voorkant nog een uiltje in zit. Rechte. Nee, dat is een fladderende uil. Kijk eens hoe ver dat die leeg is. Zo, ik vind het... Ja, ik moet er een vrijdag ook weer mee live met deze lijn. Dus ik heb aardig wat bomen gerooid. Oké, waar is mijn schaartje? Ik moet even een paar puntjes wegknippen. Zijn er niet zoveel, hè? Dus, maar ik vind het ook altijd heel krom dat ze dat in België doen. Dat je dus voor een rechthoekige kaart minder betaalt dan voor een vierkante kaart. Maar ik snap die post toch sowieso niet. De Nederlandse snap ik ook niet. Ik snap de post helemaal niet. Als ik een kaart naar België moet versturen, is voor mij hemelsbreed, denk nog geen 40 kilometer. Ik geloof dat wij 45 kilometer moeten rijden. Laat ik het zo zeggen, Antwerpen is dichterbij voor mij als Rotterdam. En als ik een kaart naar België moet sturen, dan ben ik meer kwijt dan wanneer ik een kaart naar Friesland stuur. En Friesland is veel verder weg. Dus ik volg het niet. Maar dat ligt aan mij. Nou, deze plak ik niet verhoogd op. Want dat heeft geen zin. Ik plak dat vogeltje gewoon plat. Of niet? Had ik die wel iets verhoogd? Oh, die had ik ietsje verhoogd. Ja, dan moet ik even mijn niet te dikke foam hebben. Ja, nou kan ik spieken, hè? Want dan weten jullie toch dat ik een voorbeeld heb. Ik heb dat hele dunne rolletje. En daar hoeft niet zoveel van op. En dan doe ik die tweede. Nou, ik ga eerst die kaars plakken. Wacht. Nou, maar weet je wat dat is? Papier doet ook gewoon heel veel. Je kaartmodel is heel fijn natuurlijk. Maar je papier doet ook ontzettend veel, vind ik. En je papierkeuze. Want als ik hem anders zou doen, dus als ik een bond ernaast zou leggen, zou ik hem niet mooi vinden. Misschien jullie wel, maar ik niet. Even mijn foamschaartje. Moet ik even kijken, dat kan aan die kant. En mijn vogeltje. Nou, ik heb hier nog een heel smal reepje. Een stukje die... Als ik ze knip en ik heb ze over, vaak bewaar ik die. Omdat ik dat dan weer kan gebruiken.
Kijk, je kan alles weggooien, maar dat schiet ook niet op. Ik doe er nog wel even een klein druppie lijm op. En ik wil een pincet. Oh, je ziet me, man. Nee, maar dat doe ik ook zelf. Ik pak gewoon mijn fiets en ik heb zo'n bak voor op mijn fiets. Kijk, die landt hier. Die is zo blij dat daar wat is, want die heeft een end gevlogen, dat beest. Die is kei moe. Maar ik heb een bak op mijn fiets en dan mik ik ze allemaal op volgorde, op fietsvolgorde in. En dan zorg ik altijd dat het wel een dag met een beetje lekker weer is natuurlijk. En dan een half uurtje heb ik alles wel rondgefietst hoor, wat hier op het dorp komt. De rest gaat natuurlijk op de post. Kijk, die staat er net voor. En in principe doe ik er hier helemaal niks meer aan. Maar dan vind ik hem mooier dan dat hij nakend kaal is, zeg maar. Ja, dan gaan we hem nog even goed plat duwen. Zo, dan kan de voorkant. En dan moet ik even nadenken. En dat doet soms een beetje pijn. Soms. Maar dan heb ik het nog niet goed voorspeld. Want ik had gezegd, twee ogen kijken, één voetbal, andere ko. Is het 3-0? Even kijken. Nou, ik heb de acetate, ik heb het gestanst en ik heb het door de stansmachine gedaan en dan een extra ijzeren plaat. Dan is die er niet helemaal doorheen, maar dan heb je wel heel goed die rand die je dan even kan knippen. Die komt hier tegenaan. We gaan natuurlijk met het leuke folie beginnen. Ik zal vast die lijmpistool ook maar aangooien, dat kan geen kwaad. Dan heb ik de lange foam nodig en de rode tape. En ik doe op de sterretjes of zo geen lijm hoor. Dat kan je doen als je bang bent dat het, hoe heet het? Dat het beschadigt of zo, dan kan je dat doen. Maar dat hoeft niet. Nou, dan moet die andere nog eentje zetten. Is het al bijna tijd voor ze? Als die andere dan in de laatste minuut nog één zet, heb ik het goed voorspeld. Niet dat het zin heeft, want ik verdien er niks mee. Maar dat hadden we het onder het eten even over. Ik zeg 3-1 voor Nederland. 1-3 dus. Kijk, ik probeer het gewoon uit één stuk te doen. Ik hoop dat ik het breed genoeg heb. Dat ik hem nou niet te breed plak. En dit hoeft niet eigenlijk uit één stuk hoor. Het gaat er maar om dat het gewoon goed vast zit. Dat je acetate goed vast zit. Nou, zal ik hem ietsje hoger doen? Ook weer niet al te hoog zo. Hij moet natuurlijk niet in beeld komen. En zo. Hartstikke idee. Ik denk dat ik deze gehad heb. Dus ik kan die weer van mijn bureau af. Dan even aanduwen. Dat schildje, dat velletje eraf halen. Oh, vuurwerk aan het afsteken. Zijn ze niet lekker? Vind ik nou ook niet nodig. Moet ik zeggen, onze hond die is er niet meer bang van. Maar mijn vorige honden waren daar doodsbang van. Dus ik heb het echt niet op vuurwerk. Voor mij... Tabé. Ik vind het mooi. Eigenlijk moet dat gewoon zo georganiseerd. Door de gemeente of zo. Nou doe ik deze een klein stukje. Dat ik hem wel makkelijk kan pakken zo meteen. Nou die is los. Want ik ken mezelf. Meestal plak ik dit zo scheef als een... En de rest zeg ik me maar niet. Als ik het nou zo doe. Kijk. Dan zit het er gewoon gelijk op. Hopla. En dan die andere er nog van tussen. Als het goed is moet dat gewoon nou makkelijk gaan. Chop. En die is eruit. Nou, dan kunnen we hem aandrukken. En dan hebben we de sterren. En sneeuw. Hoppakee. Daar komt foam op. Nou, zullen we al de restanten maar opmaken? Althans, zoveel mogelijk.
Nou moet ik even zien hoor, want ik wil wel dat het... dit puntje bewaren we. Het is altijd weer handig voor een heel klein kaartje. Oké, dan ben ik toch niet de enige die moeite heeft om recht te plakken. En zeker in een live is het voor ons altijd best wel wat lastiger hoor, maar ja goed. Ik vind dat, dat spul, ja, dat is gewoon even lastig. Als je het op die manier doet, dan gaat het wel wat makkelijker. Nou zit ik averechts, is ook zoiets. En dit heb ik graag wel, zoveel mogelijk uit één stuk. Zo. Dit is te klein. Dus dat ga ik niet doen. Of ga ik het wel doen? Dan kan ik dat gebruiken om te vullen. Dat is misschien ook nog niet verkeerd. Wacht even. Doe ik dit stukje dadelijk om te vullen. Oh, ik gebruik heel fijn spul. Dus het moet echt tegen elkaar aan. Anders ligt dadelijk alles op de grond. Dat is ook niet de bedoeling. Zo. En dan nog een stukje. Nou ja, wat over is, gaat gewoon weer terug. Hè. Goed er tegenaan plakken. En hij is dicht. Nou moet ik even goed nadenken. Hij komt dadelijk hierop. Is niet geweldig. Ik vond dit ook wel leuk. Zie je toch een beetje dat hert. Maar kijk net tussen door de sneeuwvlokken. Huh? Ik weet niet of je er dadelijk nog heel veel van hem ziet. Want ik ga hem volgooien met sneeuw. Ja. Dus dit dingetje. Even kijken. Was dit mijn... Dit was mijn vulstuk. Oh nee, maar ik haal het wel uit elkaar. Ik gooi het niet zomaar weg hoor. Want weet je, daar had ik het laatst ook op de demo over. Toen zei ze, ja, jij laat ook gewoon zien dat je het uit elkaar trekt. Ik zei, ja, maar als het echt scheef zit, dat vind ik vreselijk. Zei, dus dat kan niet, dat kan je niet verkopen. Ja, niet dat ik het verkopen moet, dat niet, maar dat kan je niet, dat is niet mooi. Ik moet even kijken, dan moet ik even mikken. Oh, dan zit ik net met zijn... Dan ziet hij niks. Ja, ik moet natuurlijk ook wel zorgen dat hij wel even wat kan zien, hè. Er zit net een sneeuwvlok voor zijn knar. Oh, zo niet. Dan hoop ik dat hij dicht is. Oh, nou voel ik dat ik... Oeh, dat is maar krappies, hè. Dat bedoel ik dus, hè. Nou, dat gaat niet. Weet je wat ook een handigheidje is? Om dit gewoon... Nou ja, dan kijkt hij maar niet. Dan kan hij maar niks zien. Dan kan er ook niet aan doen. Hij moet toch... hij moet wel goed dicht zitten. Wat ook handig is misschien, als je dit gaat maken, dat je eerst zegt van, oké, ik zorg gewoon dat dit erop zit. Doe niet zo moeilijk. Plak hem er zo op. Dan kijkt hij maar niks. Dat is jammer. Hij moet wel dicht zitten. Ik zou ervan balen als al mijn schutmateriaal eruit komt. Kan hij nog wat zien? Nou, niet veel. Hij heeft een sneeuwvlok op zijn neus. Op zijn oogje. Jammer, jongen. Maar ja. Soms heb je geluk en soms heb je pech. Hij heeft pech. Dit doet natuurlijk nog niks. Nee. Natuurlijk niet. Maar dan moet ik even kijken. Want ik heb hier... Glasballetjes. Hele kleine balletjes. Ik denk, laat ik nou niet voor dat sneeuw gaan. Dat Viva Decor gebeuren. Dan moet ik even zoeken, want ik heb hier ergens een lepel in. Heb ik die nog?
Je zit haast niks zien in dat potje. En dan ga je dadelijk zien dat hij in het andere potje zit. Zou het? Twee van die potjes, twee van die bakjes. Ja, hier heb ik hem. Dat vind ik toch wel handig. Oh, dan pak ik deze net erbij. Jongens, hebben jullie deze al gezien? Die zijn ook nieuw van Studio Light. En die doen het goed. Gelpennen. Ik heb de witte gebruikt op mijn, plaatjes. Super. Echt. Ik ben helemaal tevreden mee. Nou, dan gaan we even vullen. Want het fijne is, als je hem dus niet helemaal... Dan kan je zien waar het zit en hoe hoog het zit. Nou, daar mogen we wel een paar scheppen in. Waar ik hem open kan krijgen. We zullen eens even drie scheppen erin knallen. Kijken hoe ver dat hij komt. Zie je, dan zie je van mijn hert niet veel meer hoor. Maar zo zit hij wel genoeg. Kan ook zorgen dat het een beetje opzij valt. Top, dat is genoeg. Gaat dadelijk toch heen en weer als spul. Ja, dat kan je wel even verkeerd opvatten. Dat is wat anders dan een lief klein konijntje. Maar jij las klein kontje eigenlijk. Lief klein kontje. Dit is toch een reetje. Nou, deze vind ik ook gewoon leuk ertussen. Hopla. Deze zijn leuk voor in dit soort projecten, omdat ze mooi blinken. Maar ook als je zeekaarten maakt, ook heel tof. Want die zijn een beetje, dan is het net of het water is. Dan gaan we zien of we het los krijgen. De achterkant hè, van het laatste stukje. Zou wel heel handig zijn. Dat moet kunnen, want er zit een haakje aan. Zo. Als het goed is, moet alles vastzitten. Kijk nou. En het schudt als een malle, hè? Oh ja, jullie hebben oortjes in waarschijnlijk. Dan is het een beetje vervelend. Sorry. Dat maakt een beetje hairy. Nou. Nu gaan we hem natuurlijk verder aankleden. En waarom had ik nou dat frame... Ik schrik met de tandjes. Oh nee, mijn lintje zit er al op. Ik kan deze vastzetten. Zullen we dat doen? Ik dacht, oh, ik ben mijn lintje vergeten. Maar ik heb natuurlijk mijn basismal nog hier liggen. Mijn basis gebeuren. Nou, ik denk dat spul. Je hebt me teruggeduwd. Ik zou je krijgen. Ik ga er niet meer af. Ik denk dat ik het er verkeerd om op gedaan heb. Ik zou dat kunnen. Dat plakt toch niet aan twee kanten? Wel, geen idee. Zeekaarten. Strandkaarten. Oh ja, dat klinkt ook weer net verkeerd natuurlijk. Dat ligt ook een beetje aan hoe je het, de klemtoon legt. En of ik het netjes in het Nederlands of in het Zeeuwsachtig. Dialectachtig. Hoewel ik eigenlijk bijna nooit Zeeuws hier praat. Hè? Nou, deze die moet dus precies op de andere komen. Nou, dat weet je. Dat is voor mij wel even een dingetje. Maar volgens mij zit hij. Ik kan er in ieder geval wel mee leven op deze manier. Ik vind het wel prima. Als hij zo blijft staan, is het goed. Jee, hij staat. Top. Nou, die kan later dicht. Kijk, en ik vind dit dus te wit. Dus toen dacht ik, oké, nou moet mijn groen wat ik binnen gebruik, van de binnenkant, dat moet terugkomen. Dus dat gaan we even doen. Even. Hoppakee. Ik vind eigenlijk dat het hier bij mij op het dorp verdacht stil is. Nou is het ook niet zo'n wild dorp hoor, moet ik zeggen. Maar ik had toch wel gejuich en zo verwacht van die en gene. Maar
Moppes. Ik wou het met mijn beset doen, maar ik denk dat het ook zo wel lukt. Zouden mensen niet blij zijn? Dat ze eindelijk eens wat gepresteerd hebben. Hoppla. 1, 2. 1, 2. Kijk, dat maakt het net weer een beetje af, vind je? Geeft net een leuk detail, vind ik hoor. Ik hou daarvan. Zo. Zal ik hem even laten kijken, dat kleine ding. Jullie kunnen zijn oogjes net wel zien, hè? Hij kan om een hoekje kijken. Nou, wat hebben we dan nog? Nou, nog een hoop leuks wat ik uitgestanst heb. En dat moet allemaal aan de voorkant. Dus dat kun je nagaan. Dan kunnen we even gaan verdelen. Heb je de, ja, ik zit hier bij Studio Light. Je hebt deze waarschijnlijk. Ik moet zeggen, het is echt een fijne schaar. Maar ik blijf erbij. Het is een fijn ding. Echt. Maar toch plaatjes knippen. Ja, ik vind het altijd nog een dingetje. Ik blijf altijd. Je hebt deze ook dan, Stephanie. En jij gaat hier plaatjes mee knippen. Ik schiet uit. Ik heb gewoon beesten zonder poten en of zonder oren. Dus ik pak toch weer gewoon mijn kleine schaartje erbij. En ja, ik heb zoveel scharen. De Studio Light scharen vind ik super. Er zijn ook, als je deze ziet knippen ermee. Die knipt daar ook de plaatjes zo mee rond. Ja, ik kan het niet. Ik denk dat dat gewoon een bepaald gevoel is. Maar je hebt inderdaad, als je dit soort scharen hebt om plaatjes mee uit te knippen. Ik heb dan mijn ouderwetse Pergamano schaartje. Ja, daar staan de afdrukken in je vingers. Maar ik heb me nu aangewend. Vroeger knipte ik echt. Ging ik ook een avond een uur zitten knippen. Dat doe ik niet meer. Als het lukt, snij ik ze met mijn machine uit. En als het niet lukt, dan knip ik alleen uit wat ik denk dat ik nodig heb. En ja, ik ben gewoon reeds blij dat Studio Light uitdruk heeft. Dan hoef je niet te knippen, dan hoef je alleen maar puntjes af te knippen. Ja, dat vind ik nou super fijn. Oké, we gaan even lekker met lijn. Oh, mijn patroon is bijna op. Heb ik er nog? Heb ik er nog? Heb ik er nog? Ik heb er hier. En ik hoopte dat ik er nog los had liggen. Not this. Dan heb ik die al netjes opgemaakt. Hij kan er nog niet in, maar als ik hem dadelijk nodig heb, wel. Nou, dan gaan we weer even gevaarlijk doen, want we gaan plakken. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En het moet. Gewoon even een poosje tellen. Het is heet, maar je wil niet dat je mica of acetate, dat dat stuk gaat. Dat is gewoon zonde. En dit heb ik dus ook uit, uit het groene blok. En als je de ene kant hebt van je papier, kijk, de andere kant heb ik. Dus ik heb hetzelfde papiertje gepakt. Kijk. De voorkant de donkerdere en de andere takjes uit de achterkant. Dan heb je eigenlijk maar één blaadje nodig en je hebt toch verschil. Kijk, en de zweren erbij, een pincetschaar, daar hebben we vorige keer al over gehad. En die heb ik gewoon iemand beloofd. En ik kan het hele kreng nergens vinden. Dat is zo triest. Dan beloof je wat en dan kan je het nog niet geven ook. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Als ik hem vind, heb ik beloofd, dan komt hij naar. Maar voorlopig ga ik niet zoeken. Ik heb toen een hele tijd gezocht en ik weet gewoon niet meer waar ik zoeken moet. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Dus, nou ja, dan niet. Even kijken, die hoeft niet al te lang, want die wil ik daar ongeveer. Dus dit stukje kan er af. Dan heb je toch een beetje tintverschil. Ik vind dat wel mooi. Ik denk dat ik deze een klein beetje lijm kan pakken. Zo. Dan heb ik daar niet extra nodig. Die nog. Het handigste is als je van dit soort dingen gewoon eerst even zelf. Kijk, ik heb nou wel een toef die ik in mijn, als voorbeeld. En meestal heb ik het wel in mijn hoofd.
Dat is ook niet best natuurlijk, dat je dat in je hoofd hebt. In gedachten. Ja, toch? Als je niet hoeft te knippen. Super. Nu komt deze. Ja, en die maken we een stukje kleiner, want die zijn te groot. Ik moet even oppassen met mijn touwtjes aan mijn kleding. Die komt daar. Dan heb ik het aan de andere kant ook een, maar die mag nog wel een stukje kleiner. Dus wordt die veel te lang. Dikkels blijft er wat achter hangen, achter die touwtjes. Even oppassen, ik over je. Hoe heet dat spul? Voor je draadjes. Nou, die komt. Die kan hier nog wel op. Hey, ja, dat lukt best. En die pikt daar ook nog wel in vast, denk ik. Jots. Zal ik eerst mijn bloem even... Oh nee, ik kan eerst die strik wel even vastzetten. Daar komt de bloem weer bovenover. Oh, daar zijn we er al bijna. Het is ook niet zo'n spectaculair moeilijk kaartje. Maar wel een leukertje. Auw. En je kan dit allemaal nog met inkt bewerken als je dat leuk vindt om te doen. Nou ja, ik doe het niet. Maar het kan wel, maar we doen het niet. Maar het is allemaal ieder zijn ding, hè. Kijk, in eerste instantie dacht ik, oh, er gaat een bloemetje volgens mij. Hallo. Die gaat wel ver weg. Ik heb hem hoor. Even aan de achterkant even voor hem, even bollen. Hij is nog niet af, hè? Hij is nog niet af. Bijna. Moet er nog parels op, hè? En mijn bloem moet er nog op. Zo. Kijk, je kan deze bloem ook alleen gebruiken. Kijk, want die zijn blaadjes die komen naar boven. Maar ik vind het leuker. En wie zou dat nou doen, hè? Een groene bloem. Maar ja. Ik vind in de hobbywereld kan alles, toch? Ik hou van dezelfde kleuren dan te pakken. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om hier nou een knalrode bloem op te zetten. Dat vind ik zo geen gezicht. Maar ja. Het is wel kerst. Kerstbloem is natuurlijk eigenlijk rood, of wit of roze. Serieus waar, ik meen het. Ik heb in een bloemenwinkel gewerkt. We hadden kerststerren in 3 kleuren. En de mensen hadden er altijd problemen mee met die bloemen. En dat heb ik nou ook. Maar dan met de neppert. Ik wil hem een beetje verspringend hebben. En dat was hij net niet. Nu wel. Doe ik dat ding nou weer al terug? Jip. Die komt daar. Dan gaan we even op zoek naar een steen. Die had ik niet gepakt, hè? Of had ik die er ook bij? Ik zie daar wel pareltjes. Nee, niet gepakt. Ik heb veel gereed geraakt, maar niet alles. Even kijken. Oh, hier heb ik ook zo in. Deze maat moeten we hebben. Nou, we kunnen nogal wat bloemen maken. Het is zomaar nog niet op. Het gaat denk ik nooit op. Als je zo'n voorraad hebt en je krijgt er dan nog weer een voorraad bij. Ja. Yeah. Oh. Oh, niet hard worden nog. Even wachten op mijn steentje. En zo. Die komt er in de midden op. En dan vond ik het wel, en dat vind ik wel passen, een beetje kracht. Ik moet zeggen, dat is ook een andere tint. Ja, want hij is hoofdzakelijk groen-wit. Maar de bomen en het hert is ook bruin. Dus ik dacht, dat moet kunnen. En dat maakt het net een beetje sprekender, zeg maar. En ik vind deze echt heel leuk, want die zitten aan een steeltje met z'n tweetjes aan elkaar. Dat vind ik echt wel leuk verzonnen. Moet ik even opletten.
Zo, en dan doen we er aan de bovenkant nog één. Of hadden we hem aan de onderkant? Nee, aan de bovenkant. Even kijken dat ik hem niet op zijn kop zet. Nou, en dan gaan we nog wat pareltjes plakken. Kijk, nou moet ik even opletten. Want die moet natuurlijk wel vast komen te zitten. Ik denk dat ik daar wel een ondergrondje heb waar die vast zit. Die touwtjes zijn wel erg lang. Dus dat kan echt wel een stukje af. Deze ook. Oké. Dat is pleiten. Daar zijn we vanaf. En dan moest ik nog wat pareltjes. Ik heb hier nog pareltjes. En ik ga het toch weer op mijn eigen manier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die zie je niet. 10. Dus de vorige keer heb ik al die dingetjes eraf zitten snijden. Dat doe ik nou niet. Ik vind dit dan toch. 2. Ja, ja. Het is weer brommertijd. 4, 5, dit plakt, joh, dat spul. Dus je kan het ook eraf snijden, hè, die kleine dingetjes. Maar ik vind, dan komt het soms in beeld en dat vind ik nou net niet mooi. 6, 7, 8. En dan is echt heel zo'n strip gewoon in één keer bijna op. Oh, plakken jullie nou even daar aan? Daar. Nou, dan gaan we het met een druppeltje lijm doen. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen. 10. Wie niet weg is, wordt gezien. Ik kom. Waar is mijn neus? Ja. Ja. Hij moet wel in het midden. Dat vind ik dan wel een dingetje. Kom maar. Soms willen ze niet, hè? Niet als ik wil. Oeps, bijna met haar in beeld. Dit maakt hem af, hè. Kom. De kook moet opschieten, want anders is mijn lijm hard. Ik weet niet, maar ik geloof dat Truus wat voorbij ziet rennen. Daar krijg ik toch de scheid van. Allee, op z'n kop. Er zat nog een heel klein stukje van dat. Kijk, ik pak ze eigenlijk net zo makkelijk hiermee. Hopla, jij even omdraaien alstublieft. Hartstikke idee. Nou, dan is dus de binnenkant dus zo. En de binnenkant van mijn voorbeeld, oh, het lijmpistool kan uit. Dat had ik beloofd, hè. Dus wat belofte mag vervuld. En ik denk er nu aan, dus. Dus, hartstikke idee. Moet hem even voorzichtig omdraaien. Die hebben we net gemaakt. En dit is hem in het Engels. May your Christmas be filled with light and love. Vond ik wel leuk. Met licht, hier licht en liefde. Nou ja, aan de buitenkant is gewoon hetzelfde. Hier zit iets wat minder kraaltjes in. En hier kan die kijken. Och, hij kan hier ook kijken. Hij kijkt er maar overheen hoor. Nou ja, en dan doe ik hem strikken. Die andere heb ik al knoopjes opgedaan. Ben ik zeker redelijk op tijd klaar. Joh, dat gebeurt ook niet echt elke live. Zo netjes op tijd. Dan moet hij wel een stukje korter. Dat doe ik zo. Ik maak er eerst een knoopje in. Ik vind het zo vervelend als mijn organza helemaal gaat rafelen. Nou jongens, en ik heb hem ook nog in een andere kleur. Die laat ik nu niet zien. Die komt van de week wel een keer of volgende week. Zal ik die wel tonen. Maar heb ik hem nog weer in een heel andere kleur gemaakt.
Ik geloof niet als schutkaart, maar dat weet ik niet zeker meer. Oh, erg hè? Ik heb al zoveel van die kerstkaarten gemaakt dat ik niet meer weet wat. Met je blij, als je eenmaal in een flow zit, dan blijf je bezig. Kijk, nou, dan zie ik hier nog wat draadjes. Ja, ja, daar komen de brommertjes weer. De jeugd is los. Pubers, moet ik zeggen. Zijn pubers volgens mij. Ach ja, wij deden eigenlijk ook niet anders hè, toen we jong waren. Even lekker rondje scheuren op dat ding. Nou. Dit is altijd een beetje een vervelend iets. Maar zo ziet hij er dus mooi uit. Nou jongens. Dit was de live voor vandaag. Ik dank jullie wel voor het kijken. En tot de volgende live. Doei doei.